Ja, die van Hanegem, jongen, die zit en op Rijnmond en in het AD altijd maar te jammeren en te zaniken. Is kritisch over het spel, vindt het bestuur helemaal kloten. En die Kromme, die is maar bezig en maar bezig en maar bezig. En hij zit hier te klagen. Zegt hij, ik word niet teruggebeld. Nou ja, Willem, alsof jij zo geweldig bent in afspraken. Je hebt ook wel eens mensen, maar daar weet ik zelf ook alles van, wel eens laten staan. Dus, dat, en dat weten ze bij Feyenoord ook. Dus Willem, begint daar nou niet over. Maar Feyenoord, die pakt dat helemaal verkeerd aan met Van Hanegem. Ik begrijp dat gewoon niet. Hoe dom kan je nou zijn? Ze hadden gewoon al die kritiek van die Kromme kunnen wegkopen. Geef Van Hanegem, want dat is wat hij wil, een plekje. Geef hem een functie bij Feyenoord. En het maakt niet uit wat. In een soort van technisch hart. Of als scout. Of laat hem meepraten. Of maak hem een buitengewoon ambassadeur. Kan mij schelen wat. En dan had je nooit al dat gezanik in het AD en op Rijnmond. Had je nooit gehad. Want nu is zijn ego... Zijn ego kan het niet aan. Hij wil waardering en respect van Feyenoord. En hij krijgt dat niet, die Kromme. Dus die blijft maar mekkeren en zaniken en zeiken. En terwijl Feyenoord dat met één simpele beweging, met simpel had moeten zeggen, Willem, welkom bij de club. En dan hadden ze hem voor eeuwig laten zwijgen.